Wat er vorige keer gebeurde in Henkie zijn leven. Leven, leven. Oh meneer, kijk, daar staat hij al. Oh jee, er rijdt politie achter. Waarom moet het nou altijd gebeuren, die politie? Het is niet echt een excuus om door rood heen te rijden. Want mocht er een fiets of zo... Ja, maar mijn auto is ook rood. Precies, wel. Ja, dat heb ik u net gezegd. Plus 9 euro administratiekosten. Oh, we hebben een achtervolging. Daar gaan we. Oh, die Chinees. Oh, wat spannend. Geef me een pistool, ik schiet wel. Nee. Nou, dat gaan we maar niet doen. Maar nu niet meer. Ja, in een steeds. Oh, rechts, naar rechts, naar rechts. Nu. Ik ga, ik zag hem. Echt, vertrouw me. Rechts, licht aan. En dan gelijk weer naar rechts, de volgende. Achterin. Daar is hij. Ik zei toch dat jullie hier in de buurt moesten blijven? We gaan nu naar een hele gevaarlijke situatie. Oké. Wat ik van jou moet doen, is als jij iemand met zo'n schietgeweer ziet... Erop afrennen! Nee. Oké. En graag in de auto, denk ik, blijven. Maar dan kan ik toch niemand zien met zijn wapen? Oké. Ik blijf wel zitten. Stop maar. Of ik blijf achter de auto zitten, oké? Ik blijf achter de auto. Ja, kom maar hier, ja. Oké, dan gaan ze met wapens, kijkers. Ik moet ze ondersteunen. Oké, daar staan ze hoor. Daar staan ze. Dit is een overval. Hey, slachtoffer. Oké, naar binnen. Snel, naar binnen. Meneer, mag ik even afstand houden? Mag even weg. Meneer, hoort u me? Oké, kijkers. Ik ga weer naar binnen. Oké, daar gaan we. Zwarte en grijze G-Wagon zaten. Ze hadden vuurwapens, molotovs. En ze zijn weggereden van de politie al. Oh. Is het veilig of niet? Ja, kom maar. Het is veilig. Henkie. Uitgeschakeld! Heb jij ook cursus gehad, Henkie? Ja. Oké, wat ga je als eerst doen? Je gaat pompen. Nee. Je gaat kijken naar open wonden. Even je tas halen. Ja. Open wonden. Zijn mond staat open. Nee, dat is geen wond. Maar wel mond. Open mond gevonden! Je gaat gewoon goed kijken naar open wonden. Zie je ergens bloed? Nee. Ik kijk wel even onder zijn schoenen. Misschien heeft hij op bloed gestaan. Misschien heeft hij op bloed gestaan. Ik kijk wel onder zijn schoenen. Doe zijn schoenen alleen niet uit. Nee. Zit er ook trouwens niet aan. Heeft hij een schotwond of niet? Nee. Volgens mij niet. Ja, ik zie niks. Want er komt net een persoon naar mij toe gerend. Die zegt dat zijn vriend is beschoten door persoon in een grijze, zwartkleurig G-Wagon. Met nummerbord 84. Die begint met 84, hè? Ik begin detectief te worden hier. Ik onderzoek wel even het gebied. Ja. Blijf maar even in de buurt, Henkie. Ja, blijf maar overal vanaf, maar ik kan alleen even rondkijken. Nee, ik blijf overal vanaf. Kijk eens. Deze twee bieden op flesjes zijn verdacht. We gaan er niet aankomen, dat mag niet. Het is zo donker hier, ik zie helemaal niks. Het is zo donker hier. Dat klopt. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat deze twee bierflesjes verdacht zijn. Ja? Ja. En waarom vind je dat? Nou, ze staan zo met z'n tweeën alsof ze een plan hebben gemaakt, weet je? Ja. Hierboven, wat is hier? Oh. Gaat goed, Henkie? Ja, gaat wel prima. Oké. Maar, heeft hij nog meer dan open monden? Dat gaan we ook gelijk even. Nee, Henkie! Niet opgeven! Oh. Geef nou niet op! Rustig aan, wat deed dat? Kom, even naar buiten. We gaan buiten even boeken. Oké, is goed. Anders heb je straks een moord op je geweten en dat wil je denk ik ook niet. Hoezo? Nou, als je niet iemand... medicine kan je iemand gewoon kijk. Krijgen. Oh. Ja. Als je geen MBO-cursus hebt gehad, dan kan je daar aansprakelijk voor worden gehouden. Ja, dat komt wel weer. Echt? Plus is als iemand, ik weet niet hoe ver hij hartslag had. Weet ik niet. Ik gaf hem hartslag. Ik loop van jullie mee. Misschien mag je straks even rijden als het rustig is. Heel misschien. Ja. Ik hoorde dat wel. Ja, heel misschien. Maar dan moet je nu goed meewerken, ja? Is goed. Ik ga heel goed meewerken. Trouwens, wat je ook doet. Ja? Minstens 10 meter van dat af. Van dit hier? Van die groene. Ja. Oké, dan kan ik. Oké, helemaal goed. 10 meter. Maar hoe weet ik nou wat die meter is? Dat moet ik gaan opmeten! Oké, elke stap is 1 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, dat was 7. Dus dat betekent dat we ongeveer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Instappen! Ja! Instappen. Oh, we moeten We moeten de boel vangen. Oh. Ga jij maar voorin. Ja, ik ga voorin! Ik moest even afmeten hoeveel die meter was. Oké, dat zijn weer gevaarlijke mensen, dus even op afstand houden. Ja? Even. Kan jij op die blauwe lampknop drukken? Ik klik er nu op! Ja. Maar de sirene is er niet aan. Nee, doet hij het wel? Yes. Oké, we zijn hier recht voor, oké. Zijn we er al? Ja? Nee. Henkie? Ja? Ik wil dat je in de auto blijft zitten. In de auto blijft zitten. Is dit onze verdachte? Nee, dit is niet de verdachte. Dit is degene die ons verdachte. Meneer, de G-Wagon staat er vanachter in de steeg. Waar? Welke steeg? Ja. Welke steeg? Volg. Waar? Ik vertrouw het niet. Dit is een val. Hij loopt ons in de val. Vertrouwen. Ze zijn net vertrokken.
zag jullie hier net hierin lopen. Het is een grijze G-Wagon, ze zijn met twee. Eén heeft zwarte kleding, de andere grijze. Oké, dan gaan we naar zoeken. Ga naar pad. Hebben jullie mijn Havix-ogen weer nodig? Ja. Ik ben heel goed in zoeken. Grijze G-klasse, hè? Zo'n grote Mercedes. Ja. Ik had rechtdoor gegaan. Daar ging je ook fout in. Sorry. Ja, Henk, als Henk het doet, dan doet het gelijk goed. Is die G-klasse dan die we net ook al volgden? Ja, maar dan een andere kleur. Grijs nu. Ja, grijs-zwartig, ja. Oké. Hij zou zich hier ergens bevinden. Goed om te weten. Had ik in de tijd van mijn, in mijn recherchetijd maar zulke, zo'n zesde zintuig. Ja, precies. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ze hier links staan. Nu naar links. Ja, staan maar, nog wel? Ja, daar. Dat is een nummer. Oh. Maar, hè, dan, komt in de buurt. Dat is een G-klasse. Dat bedoel ik. Ik zei het toch. Dit is verdacht. We gaan naar onderzoeken. Nee. Niet doen. Staan blijven. Uitstappen nu. Handen omhoog. Handen. Staan blijven. Goed zo. Er zit nog iemand in de auto. Of niet? Ja. Of is hij alleen? Kan niet zien door die lichten. Die lichten moeten inderdaad uit. Nee. Jong, kan jij boeien? Ja. Kijk, zou je 3 stappen naar achteren willen doen? Oh, vind ik dit spannend. Wat is dit spannend? Nog pak niet. Hem. We gaan... Nog verder naar achteren. Straks. Kom op. Pak hem, meneer de agent. Naar achteren totdat ik stop zeg. Nog verder. Stop. Omdraaien. Boe! Ik check de rest van de auto. Het gelijke element. Oké, ik ga ook even onderzoeken. Ook lekker rende. Auto clear? Hey. Ja. Trek hem even na. Ja. Ik denk namelijk niet dat dit degene is. Nou, hebben we hem toch gevonden of niet? Ja, er zijn wel meer van deze auto's. Oh, wie is het dan? Hier. Zoals dat dus, zeg maar. Ik kom net aan je. Meneer, mag ik wat vragen aan u? Meneer? Ja. Meneer, mag ik wat vragen? Ja. Mag ik het heel even stilstaan? Mag ik een moment van uw tijd? 2 seconden, uitstappen. Ik kan niet uitstappen. Hoezo niet? Mag ik bij u instappen dan? Ja, stap maar in. Ah, dat vind ik heel fijn. Hoe heet jij? Ik heet Henkie. Henkie, oké. Hey, het is echt een mooi nummerbord. Met 84 is dat echt mijn favoriete nummerbord. Oeh, auto. 84. Hoe gezellig. Ja, want uw auto ziet er wel slecht uit als in... Ja, er is iemand net tegenop gezeten. Hij ziet er beschadigd uit. Wat ga je nu doen, Henkie? Weet ik niet, wat ga jij doen? Foute dingen? Ja. Je bent geen politie, hè? Nee, joh! Hoezo sta je dan daar bij de politie, gek? Nou, omdat ik sensatie zoeken ben. Kijk eens, ik ben in de koffer. Hij vertrouwt me. Kut, Wout! Wat gaan we doen, Henkie? Is het goed als ik even een vriend bel? Wie? Op het toos, ken je die? Ja. Ik bel hem gewoon heel even om te kijken hoe het met me gaat. Niet iets van, ik word ontvoerd. Nee, natuurlijk niet. Ik ben vrijwillig ingestapt. Ja, dat klopt. Oké, kijk eens, ik ga de politie. En dan bel ik ook mensen erbij, want ik heb geen zin in politie nu. Politie? Ik ben nu met Henkie. Ze in de auto. Barry! We spreken af bij mij thuis. Kom. Snel, ik ga zo. Kom snel. Kan jij mij bij mij thuis afzetten? Weet je waar het is? Ik leg het rechtdoor hier. Zie je rechtdoor? En dan eerst volgende naar rechts. En dan, we zijn er eigenlijk praktisch, zijn we er al. Zou je dit echt vinden? Mij thuis afzetten hier naar rechts. Hou. Je gaat ver. Naar rechts. Nee, Henkie. Het zijn mijn vrienden hier naavond. Ja, maar of jij mij thuis af wil zetten? Ja, wacht. Misschien zo. Maar dat, we zijn ook, er al. We zijn even bezig. We zijn er letterlijk. Nou, ik vertrouw dit allemaal niet, kijkers. Ik vertrouw dit allemaal niet. Bij het stadion, weet je wel. Zijn we nu? Oh, kijk eens, dus ik had nooit hier moeten stappen. Ik had nooit hier moeten stappen. Hey boys. Yo. Hebben jullie nu jullie auto dan? Hè? Huh? Hebben jullie jullie auto? Ja, ik heb die Henkie motor. Ik ben het! Hey! Wie de fuck ben jij? Ik ben gewoon iemand die mee wilde en ik mocht instappen. Ik vond het best gezellig. Waar mee wilde? Ja. Ja, hij zei, hij was bij mij ingestapt. Hey, weet je wat, mijn mooie leger outfit, jij kunt terug wandelen. Wat zei je? Jij kunt terug wandelen. Ik doe joggen. Ja, ga maar. Start. Yes. Kunnen jullie me thuis afzetten of zo? Starten. Rennen. Zo. Je gegeven dan? Nee. Nou, ik moet niet. Ik stap mijn vrije liggen. Nee, moet ik eerst even voorbereiden.
Even strekken en zo. Ja, hij gaat gewoon politie erbij halen. Weet toch genoeg. Nou, hij is een stage daar bij hen. Ik ga wel strekken gewoon hier, hè. Nou ja, wij zijn wel van plan iemand te gijzelen. Handen omhoog hier. Oh, het gebeurt hier. Nou, wat moet ik nu doen? Hey, jij legerfan, starten met lopen, gek. Ja, wacht nou even. Ik kan stappen. Hey bro, wil ik ook krijgen of zo? Lopen was. Zo, nou, oké, rustig aan. Ik lach er niet mee, gewoon lopen. Rustig aan, hoor. Je broek past trouwens niet bij de rest van je outfit, dus ik zou even naar de winkel gaan. Nou, ik ga ervan door. Maar dit is undercover. Ja, ga maar. Undercover? Is goed. Ik heb de hele goede winkel. Dan kan ik je wel. Ik ben toch bezig, joh. Ga eens weg. Dan is mijn rust. Je kan starten met lopen. Nee, ik ben toch aan het lopen? Rennen. Wat wil je nou van me? Rennen ze, baby. Dat is niet goed voor mijn knieën. Nou, in mijn gol. Ja, mijn gol. Nou, kijk eens, daar gaan we. Oh, wat is dit spannend. Of niet? Oh, daar gaan ze. Daar gaan ze. Ik heb wel het voertuig gevonden, dus die kunnen ze in beslag nemen. In beslag nemen. Lekker, bloedbeslag. Oké, kijk eens, ik heb de politie gebeld. Ik ga ze alles vertellen. Ik ga ze alles vertellen erover. Over hoe ze eruit zagen. Ze gingen in zo'n auto gingen ze verder, maar die was dan grijs. Maar dit is nummer 84. Ik ben de grootste detective die er is. Ze zullen zo blij met me zijn, kijkers. Ah, niet wel lang hoor, dit wacht op ze. Hey, daar heb je iemand. Kijk, ik zag hem wel. Ik heb je al gezien. Nou, we kunnen maar beter even kijken waar hij blijft. Ik zag hem wel. Daar, daar was hij. Daar was hij, kijkers. Ik zag hem. Ja, kijk. Er is niemand meer hoor. Er is niemand meer. Ja, ik krijg net van Henk toch dat er niemand meer bij is. Ze zijn weggegaan in een nieuwe auto. Ze zijn weggegaan in een nieuwe auto. Welke auto? Precies die, maar dan grijs. In nog een G-klasse, maar dan grijs. Ja. Maar dit is wel nummer 84. Ik ben de grootste detective die er is. Ik heb hem gevonden. Ja. Hey, wat is er gebeurd? Ben je er zelf ingestapt, Henkie? Ja, ik ben wel zelf ingestapt. Kut. Ik dacht ik ga undercover werken. Henkie, kom mee. Kom, ja. Oh, daar gaan we. Wat is er aan dat? We hebben iemand met zo'n... Geweer. Zet jij een locatie? Oh, maar het was, ze zijn met vier man. Vier man sterk. Oké. Okay. Ja, ze hebben wapen, een pistool. Ja, 01, 100% zeker over pistool. Ze hebben een pistool, want die werd op me gericht. Ze hebben een machete. Echt? En ze hebben ook een molotov, zeg maar zo'n vuurding. Okay. Die hebben ze ook. Ik krijg net van het slachtoffer te horen. Ze zijn dus doorgegaan in een grijze G-klasse. Zijn vier man sterk. Hebben machete, molotovs en een vuurwapen. Eentje draagt een bandana, of zijn bandana, maar dan over zijn mond. Ik weet niet waarom hij dat deed, vond ik een beetje raar. En die ander, die had dezelfde bedoeling, die had ook nog een pet op. Dus hij had en een bandana over zijn mond en een pet op. Die had zeg maar het pistool. Dus je moet oppassen voor hem, hij is degene met het pistool. Okay, wie heeft het pistool? Iemand met een bandana over zijn mond en een pet op. Bandana. Ja, de persoon met het pistool zou een bandana over zijn mond dragen en een pet op hebben. Oké, okay, Enkie. Ja? Mag je dezelfde knop even induwen? Oh, ja, daar gaan we. Mag je ook even de navigatie instellen op Blokkenpark? Oké. Okay. Ze hebben mensen aangehouden. Ja. En aan jou is de taak om ze te identificeren. Oh, dat vind ik leuk! Of ze het zijn, ja? Ja, ja is goed. Wat een oneindige zoektocht, hé. Ja, zekers. Oké, daar rechts, daar is het. En dan mag ik zeggen of het hem was. Ja, ik ben bijna 100% zeker dat dat de wagen is die ik heb gezien. Hij zit daar in de B-klasse. Hij zit in de B-klasse. Deze. Oké, Henkie. Die G-klasse, ja. Kun je even door deze ruit heen kijken? Ja. Zie jij aan deze kant? Ik zie hem, ik zie hem inderdaad. Sorry, ik kom eraan. Ja? Was dit een van hun? Kan hij ook praten? Oh, het gebeurt hier. Hey, jij legerfan, starten met lopen, gek. Oh, je hebt een masker op. Ja, dat is hem. Het is één van de vier. Het is één van die vier. Er was ook eentje nog met een pet en een bandana op zijn mond. Mm-hmm. En dit was één daarvan. Maar okay. Hij had niet het wapen, volgens mij. Niet het pistool niet. Hey, kijk, er rijdt daar een G-Wagon, een grijze. Ja, nee, die wordt nu meegenomen. Oké. Dan mag hij aangenomen worden. Henkie, kom hier. Henkie. Ja, ik kom eraan. Oké, nou dat jij mag even gaan zitten. Ga ik even naast zitten. Ah, is goed. Oké. Ga Bjorn achterin zitten. Ja, ik doe mijn gordel om. Ja, ben ik dat is het rapje. Ben je gordel? Oké, heb je je gordel? Die zit om. Ik heb de regen gevonden. Oké. Dan ga je rechtdoor. Oké. Ik kan gewoon rijden hoor. Oh, hier kan ik erop of niet? Nee. Rechts. Rechts. Kijk, tussen die banden. Tussen die banden hier. Maar dat is gras. Ja, maar dat kan nog wel. Oké, dan ga ik even voorzichtig hoor. Goed.
Oh, het is niet spannend. En dan, naar rechts? 42.06, dat is 4. Oké, daar gaan we. Schiet! Oké, zijn jullie klaar voor? Ja. Nou, jij wist jullie dat ik de beste drag racer ooit ben. Hoe gaan de sirenes aan? Niet. Niet? Wie heeft zijn gordel vastgemaakt? Oh, dat was ik, sorry. Yeah! Ik kan dit! Nee, ik kan dit! Geen zorgen! Geen zorgen, joh! Oké, kijk, dit is het coolste wat ik jullie nu ga leren, oké? Komt ie. Donuts. Tadaa! Nou, dat was dat cool, toch? Ah, dit vind ik zo cool. Hou, hou, hou. Oké, ik ga volle snelheid bereiken. Dat is niet heel hoog gelukkig hier. Nee. Maar hoe gaan de sirenes snel aan? Oh! Oh, komt goed, komt goed, komt goed, komt goed. Ik kom nog goed. In het vangenleven vandaag. Komt goed dit, komt goed. Oh. Oh, kijk! Wee, oh, nu gaan we nog sneller. Maar kijk, Enkie, de sirenes zijn aan, hè? Ja? Dus dan hoef je het zelf niet te doen. Oh. Nee. Ik dacht, geef extra effecten, maar ik mag ja, ook. Dat zo. Is waar. Oké, helemaal goed. Zo. Oh, dit was zo leuk. Ja, dan ga ik je een leuk ritje in de richting naar AMB geven. Ja. Oh, mogen we naar de AMB? Nee, je staat stil. Zo, AWB is deze kant op, toch? Of niet? Oh! Oké. Oké, ik rij even. Ik stap al uit. Ik weet niet wat Henkie morgen gaat doen. Ga jij nog iets doen morgen, Henkie? Ik weet het niet. Auto's monteren of zo. Ja, precies. Nou, ik had een heel leuk plan vandaag, maar dat is helemaal niet meer doorgegaan nu. Ik weet niet, vond ik ook heel leuk. Waar is mijn auto? Hebben we... Hey, G-Wagon, links, G-Wagon! Nee, die hoeft me nu niet meer. G-Wagon. Weet je wat we doen, Henkie? Nou? We zetten je even af bij de impound dan. Is goed, is goed. Maar dat was een G-Wagon, zagen jullie hem? Ja, maar dat was niet... Hey, links G-Wagon, links G-Wagon! Wat? Echt, daar dit! Ja, die zoeken we niet meer. Nee, die hebben we wel gevonden. Weet je niet zeker, die daar links stond? Tegenover de AMB? Maar wat vond je ervan, Henkie, van deze hele... Van de dienst? Ah, ik vond het zo spannend. Het was zo leuk. Krijg ik een medaille van jullie. Dat gaan we binnenkort even regelen. Dan spreken nou, volgens mij heb ik nog een... Nee, we moeten wel even goed een keer eren. Ja, het moet wel een goed keer, maar... Ik heb mijn telefoonnummer. Ik heb in mijn rugzak. Mijn zoon heeft laatst een tekenwedstrijd gewonnen. Echt? En er staat gewoon... Er staat niet op tekenwedstrijd, er staat gewoon nummer 1 op. En hij gebruikt hem niet meer, want mijn zoon is 17. Krijg ik zijn medaille? Kijk. Hoe ver ik kan spellen. Dankjewel! Oh, die ga ik voor altijd bewaren. Ja, ik zie dat je. Ja, ik zie dat je een nogal een leger uniform hebt zonder van die medailles. Ik dacht dat het eerst zijn. Oh, die ga ik zeker ophangen. Die ga ik altijd bewaren. Dankjewel voor die leuke dag. Hey, geen probleem. Dan wens ik jou verder een fijne dag. Blijf veilig. Ja, komt helemaal goed. Als ik een G-Wagon zie, dan bel ik jullie. En je hebt ons nummer niet, maar... Mijn nummer ik ga de politie bellen. Ik ga de politie bellen. Ja, helemaal goed. Hey, doei doei! Als er wat is, druk aan de bel. Is goed. Doei doei! Oh, wat een leuke dag, kijkers. Oh, deze ga ik altijd... Oh, dat is er in de dag. Deze ga ik nooit meer vergeten. Dit was de leukste dag ooit. Ah, oh, dit is echt zo leuk. Kijkers, ik hoop dat jullie dit allemaal ook zo leuk vonden.